Goedendag allemaal. We staan hier in de grote kas van het Pinetum Leidenstein te Hilversum. En ik sta hier bij de Macrozania Moerij. Deze Macrozania heeft een hele indrukwekkende stam, zoals u ziet. Die Macrozania, deze is verbrand geweest en die is gevonden in Queensland. En deze is weer tot bloei gebracht. Het Pinetum heeft deze ontvangen van de douane. Deze werd verscheept en een grote partij in 2000 werd vervolgens in beslag genomen omdat het een verboden plant is om in te voeren. En wij hebben deze mogen ontvangen. Deze Macrozania is een hele oude, kan zeer oud worden en zeer hoog. Hij heeft het niet altijd helemaal naar zijn zin. Maar toch wel weer voldoende om weer een hele mooie, prachtige, nieuwe kroon te gaan vormen. En dat ziet u hier. Hij is vernoemd in 1881 naar meneer, beschreven door de botanist Ferdinand Müller in 1881. En hij is vernoemd naar Charles Moore. Hij was de directeur van de botanische tuin te Sydney.